shoppen voor Miss Universe. Of nou ja, we eigenlijk alleen Johanna. En ze hebben hele mooie spullen gekregen. Johanna, you're dressed? Yes. To the counter. Johanna is klaar met shoppen. En we gaan nu terug naar de studio en dan gaan we de jurken passen. De laatste fitting. Maar morgen gaan we alweer naar huis. Helaas. Hi. We hebben net de shoot gedaan. In ons evening gowns voor Miss Universe. Ik kon niet filmen, want dat mag absoluut niet in beeld. Nog niet. Ik heb nu net... hij is nu helemaal af. Ik heb net mijn national costume aangepast. En die moet nog helemaal afgemaakt worden. Maar ik laat nu wel eventjes een sneak peek zien van de kleur. Daar komt het, dames en heren. Kleine spannende sneak peek. Ja, jullie hebben nu wel de primeur. So, we are ready to party! Okay, it would have been nice if she responded earlier, but... Sorry! Oh, ready. You look so pretty! So you nice. Look so more pretty. Oh my god. Oh my god, you look. Oh my god, you look so much more pretty than me. Oh my god, your makeup is so amazing. Nou, ik zal mijn camera niet mee naar binnen nemen, want dat is een beetje te groot en een beetje raar misschien. Dus ik kan dingetjes met mijn telefoon filmen en anders spreek ik jullie morgenochtend. Dan zien jullie dan wel wat voor gekke avonturen we beleefd hebben. Ja, gisteravond het uitgaan. Het is zo anders dan in Nederland. Niemand danst. Iedereen kijkt maar een beetje naar elkaar. En zit een beetje ja, tof te doen. En met hun tafels en zo. En Paris Hilton draaide. Die liet ongeveer 6 keer de muziek uitvallen. Dus het was heel apart. En ja, het was wel een aparte ervaring. Maar ik denk niet dat ik vaak uit zou gaan in LA als ik hier was. En ja, ik heb maar 1 uur geslapen. Ja, om 2 uur gaat de club dicht. En dan staat iedereen maar een beetje op straat en dan is er ergens een afterparty. En uiteindelijk zijn we daar helemaal niet naartoe gegaan, maar zijn we gewoon met z'n allen gezellig thuis gekletst op de bank en zo. Dus dat is heel erg laat geworden. En ja, nu lekker IHOP. Dat vind ik leuker dan uitgaan hier. You can get chicken fried steak there and it's gonna be chicken. You're ruining my shot. Yeah? Oh, sorry. Where's chicken? Are you hungry? I'm hungry and I can't decide. Here, look, this is what I was saying. Country fried steak. They fry it and they put gravy. This is steak with gravy and they fry it. Weer voorbij. Ik kan het niet geloven. Het is zo snel gegaan. Volgens mij als ik thuis kom staat de kerstboom al opgetuigd en alles. Dus dan kom ik wel echt terug in de Christmas spirit. En mijn vader komt ophalen van Schiphol. Maar ja, nu eerst een reis van 12 uur. Nu zeg ik het eigenlijk alsof ik het heel erg vind, maar ik heb 1 uur geslapen. Dus dit wordt een dutje van 12 uur. En lekker films kijken en zo. Dus ik vind het eigenlijk wel prima in het vliegtuig. Nou, ik zit weer in de auto op weg naar huis. Dit was dan het LA-avontuur. Mijn koffers werden net nog gecontroleerd als enige van iedereen in het hele vliegtuig. Dus dat was ook weer heel apart. Ik weet niet, zie ik eruit als crimineel. Kan best. En ja, het is voorbij. Ik ben moe. Ik ben moe, dus ik ga lekker, denk ik, thuis nog even slapen.